Maar hij neemt de verantwoordelijkheid niet. Hij doet alsof hij terugtreedt, maar in feite blijft hij gewoon zitten. Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Ja, iedereen is jaloers op uw kapsel, zie ik. Dank u wel. Ja. Ja. Iedereen heeft een soort lockdown. Wie ook wil, kapsel, ik heb het telefoonnummer van mijn kapper voor jullie wel beschikbaar. Voorzitter, vertrouwen in de overheid, in onze rechters, of groter nog, in onze democratische rechtsstaat. Daar gaat het om vandaag. En dit vertrouwen is geschonden en of het terugvalt te winnen, dat is de vraag. Want hoe kun je aftreden en dus je fouten erkennen, maar dan wel weer blijven als lijsttrekker en premier en daarmee dus eigenlijk zeggen dat je niets fout hebt gedaan. Dat je gewoon vrolijk verder kunt. Usher, ik zal hem niet vaak prijzen, maar in dit geval, hij was tenminste consequent. Hij erkende zijn fouten en trok de ultieme conclusie. Onze demissionair minister-president haalt zijn schouders op. Feitelijk is zijn gekunstelde aftreden dus niets waard. En zo'n beetje gelijk aan het toesturen van zwartgelakte dossiers. Een theatraal gebaar. Het pretenderen iets voor de burger te doen, maar feitelijk de kaarten dicht tegen de borst houden en geen enkele knieval maken. Ik voel mij niet direct verantwoordelijk, zei de premier. Dat is de Rutte-doctrine. Wegduiken voor verantwoordelijkheid. Het hele systeem heeft gefaald, maar dat is zijn systeem. In de woorden van premier Rutte zelf, ik citeer, de rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid en dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan, einde citaat. Maar al die tijd was hij minister-president. Het falen van het systeem van de rechtsstaat heeft plaatsgevonden onder zijn verantwoordelijkheid. Dat hij nu de indruk wekt dat hij puur en alleen zijn formele verantwoordelijkheid neemt, maar dat hem persoonlijk in deze hele affaire niets valt te verwijten, is een onjuiste voorstelling van zaken. Het was namelijk niet voor niets dat de minister-president onder ede werd gehoord door de parlementaire ondervragingscommissie. Dat was omdat onder zijn directe leiding en verantwoordelijkheid in 2013 werd ingezet op die speciale aanpak van fraude. Rutte stelde hoogstpersoonlijk de ministeriële commissie fraudeaanpak in, waarin verschillende ministeries plannen maakten om vermeende fraude aan te pakken. Het was zijn kabinet dat eind 2013 een rijksbreed actieplan presenteerde dat leidde tot deze affaire. Het systeem dat gefaald heeft, is dus niet iets van voordat Mark Rutte in 2010 aantrad als premier. Het is ook niet iets dat buiten hem om functioneerde. Het is zijn systeem. De minister-president is direct verantwoordelijk voor het falen van de rechtsstaat zoals dat in zijn eigen bewoordingen, zoals hij dus zelf toegeeft, heeft plaatsgevonden. Maar hij neemt de verantwoordelijkheid niet. Hij doet alsof hij terugtreedt, maar in feite blijft hij gewoon zitten. Voorzitter. Aan de fouten die zijn gemaakt in deze toeslagenaffaire kunnen we helaas niets meer veranderen. We kunnen de gedupeerden natuurlijk wel goed en subiet compenseren. Dat moet gebeuren en wij zullen daarop toezien dat dat ook de komende tijd goed wordt afgewikkeld. Maar de emotionele schade en de vertrouwensschade, die is waarschijnlijk niet meer te lijmen. En de lessen die we hieruit moeten trekken voor de toekomst zijn hard. In de toekomst mag geen ruimte meer zijn voor dit soort excessief machtsmisbruik vanuit de overheid. Maar in dit debat gaat het niet om de toekomst van het demissionaire kabinet en de overheid, maar ook om de toekomst van de rechtsstaat. En deze toekomst is sterk afhankelijk van het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en in de overheid. De burger moet in staat zijn om zich te weren tegen een steeds almachtiger bureaucratisch monster. Een steeds grotere overheid met burgers die steeds minder middelen tot hun beschikking lijken te hebben om zich daartegen te wapenen. En één sleutelelement daarin is de informatievoorziening richting parlement en richting samenleving. En die informatievoorziening, en dat is de tweede factor in de Rutte-doctrine, die is de afgelopen 10 jaar
onvolledig geweest. En dat is niet de eerste keer dat dat nu gebeurt. Onder Rutte is dat bij talloze dossiers gebeurd. Denk maar aan Hawija en aan het aftreden van staatssecretaris Harbers vanwege het verdoezelen van de misdaadcijfers in verband met asielzoekers. Denk aan het politieke proces tegen Geert Wilders dat werd gestart en waarvan we nog steeds niet de onderste steen boven hebben. Mocht later blijken dat de premier hier toch actief bij betrokken is geweest, dat zal, en dat is het absurde om nu te constateren, misschien wel bijna niemand in Nederland meer verbazen. Op dat punt zijn we terechtgekomen. De vaandelvlucht van de premier nu is politiek misschien sluw, of het lijkt misschien sluw, maar het is eigenlijk het zoveelste bewijs dat de premier zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Vele van zijn discipelen moesten al eerder het toneel verlaten ten einde de premier uit de wind te houden. Naast eerder genoemde Mark Harbers is het een aanzienlijke optocht. Ivo Opstelten en Fred Teven in de bonnetjesaffaire. Ad van der Steur vanwege het onjuist informeren van de Kamer. Janine Hennis vanwege het op pad sturen van militairen met ondeugdelijk materiaal. Halbe Zijlstra, die had gelogen over zijn bezoek in de dacha aan Poetin. En tot slot deze week dan Erik Wiebes, verantwoordelijk voor het afschaffen van de VAR-verklaring, waardoor ZZP'ers en hun opdrachtgevers de facto vogelvrij werden. Verantwoordelijk voor het debakel met de gaswinning in Groningen, waardoor Groningers nog altijd niet zijn gecompenseerd. Geestelijk vader van de dramatische organisatie van de Belastingdienst, waar we nu ook mee te maken hebben. En onze premier gaf aan dat Wiebes zijn eigen afweging had gemaakt en dat hij dat respecteert. Opnieuw een anti-aanbakbeweging van iemand die geen verantwoordelijkheid neemt. Want Erik Wiebes is het laatste pionoffer in een mislukt koningsgambiet dat de koning moet beschermen. Maar er zijn eigenlijk geen pionnen meer die nog geloofwaardig kunnen vallen. De aanval is gericht op de koning zelf. En de koning heeft ook aangegeven dat hij gaat omvallen. Maar dat doet hij dan met een laatste schijnbeweging. En ik hoop dat de mensen in Nederland dat doorzien. Dat op 17 maart wordt afgerekend met deze verstoppertjestruc. Deze kiekeboe spelen met de democratie. Wel aftreden, maar toch weer blijven zitten. Voorzitter, een fout maken is menselijk. Maar deze premier en zijn ministers laten een spoor van vernieling achter, waarin twee zaken continu terugkeren. Onvolledige informatievoorziening, waarmee de democratie structureel wordt ondermijnd. En verantwoordelijkheid nemen, die niets anders is dan symboolpolitiek enkele weken voor de verkiezingen, maar wel gewoon aanblijven als kandidaat. Je kunt dat soort zaken niet weglachen. Je kunt niet denken, over een paar weken is dit wel voorbij. Dit gaat over het hart van de democratie. Het hart van de democratie is hiermee aangetast. Want het gaat uiteindelijk daarbij om vertrouwen. Vertrouwen vanuit het parlement richting de regering en vertrouwen vanuit de burger richting de regering. Dit vertrouwen is, kortom, structureel geschonden. En het kan alleen worden herwonnen als de verantwoordelijke, net als Lodewijk Asscher, daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten. Mark Rutte, doe als Asscher. Herstel de rechtsstaat en treed terug. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik